Ik denk dat het wel goed ging. Natuurlijk zitten er nog verbeterpunten en ik voelde nog heel veel spanning. Maar dat is vaak aan het begin van het toernooi dan een beetje stress. Hoe was het met Panama? Het was goed. Het was een vriend van mij, maar op de baan zijn we natuurlijk geen vrienden. Het is gewoon een vijand. Ik denk dat het wel goed is gelukt om dat te onderscheiden tussen elkaar. De eerste set ging snel. Ja, de eerste set ging goed. 6-0, hoe voel je met die set? Die set voelde ik me wat beter, maar natuurlijk begin heel erg gestrest. Maar ik denk dat hij zich ook zo voelde, want hij maakte meer fouten en snellere fouten dan ik. Was u zenuwachtig? Jawel. Ja. Eerst goede zenuwen, maar toen ik toch de baan opliep, toch wel wat andere zenuwen ook. Tweede set, Panama begon toch een beetje weerstand te geven, ja. Maar ik denk, ik heb teruggedacht aan de trainingen die ik hiervoor heb gehad en me rustig gehouden. En dat heeft geholpen. Na die break ging het goed? Ja, zeker. En hoe voel je voor je next wedstrijd? Ik voel me goed. Ik heb allemaal geregeld dat ik waarschijnlijk iets van een ice bath of zo krijg. Goede recovery en dan morgen weer tegenaan. Woord voor Aruba? Allemaal, blijf het volgen. En dit is hoe we laten zien dat wij als klein stepje op de kaart over grote landen kunnen winnen. Johnny, hebben twee atleten met Serami in actie, maar solamente uno. Contanos un poquito saque. Sí, correcto, Andro. Aruba met Serami tussen twee weken aan de tennis. Lo que está Hugo con Geis. Ayer acaba na cercanos mirando que Venezuela no pueda presentar, of no a su avión en geluk. Y que no le llega la, o así nos ponga vega después. Pero reglan de ITF es que quiere no es posible. La idea es lo que está great si Hugo lo pueda mirar acción. O sea, no se viene para dar una batalla después de Hunga. Pero él sale en un stock boom, mirando que no te llega. En teoría, su vega de single, él hay un walkover contra Venezuela. Gij ze logra ganen zijn wegen contra Panama. De wegen die Panama toen moet je hamburg, hoe ja gij ze kunnen zeggen, want ze hebben een dubbel hond in een torneo in Panama. En gij ze hebben een hoop confiance en geluk. De wegen aan Miranda kunnen zeggen hoe het gaat ook. Dus ik probeer zetten tot de baas te komen. Die dus, ik probeer 4 games naar doen een tikke bataille. En después, ze logra passen facilmente para construir 2 set. Agora que estamos aguardando para o call oficial de doubles, que casualmente não se volve cair contra a Venezuela. Então, ele vai um walkover também. Sentimento, né? Depois da partida já de Reis? Seguro, seguro. Está dando nossa confiança. E atleta também. Está dando confiança extra em nós. Push extra. Está um douche feeling. Para o meu atleta de Aruba, que está mira a batalha. E nossa sala vitoriosa de primeira batalha com nosso bem na Rosário. Thank you.